Iedere laatste donderdag van de maand opent het provinciehuis haar deuren voor het publiek. Er worden dan interessante en laagdrempelige activiteiten georganiseerd in een van de publieksruimten. 23 februari kunnen belangstellenden hier hun kennis over Friesland op de proef stellen middels een stoomcursus Frieslandkunde. Bert Loper van Tresor geeft een college over de identiteit van Friesland door de eeuwen heen. Met een quiz wordt de kennis van de deelnemers vergroot, zodat zij straks klaar zijn voor 2018. Nou, het is eigenlijk een onderdeel van ons project wat al een schoftje rent. Dat is Tresor op tournee. En daarmee gaan we eigenlijk de hele provincie terug bij dorpshuizen en vrouwelijksverenigingen, historische clubs, Friese krieten, neem maar op. En we hebben al een stuk of 50 plakken bezocht met dit programma. Mensen kunnen daar wat leren over de geschiedenis van Friesland, ook de nabije geschiedenis, ja, dus ja. Met name van hun omgeving eigenlijk. Ja, hoe is dat tot nu toe ontvangen? Nou, dat is dat valt erin als koeken, zou ik zeggen. Wij hebben dus een programma waarbij we beginnen met een historische film. En dan hebben wij een stukje Friese geschiedenis. Dan geven we dus steeds maar hele lange 7 mijlslazen vlingen weer door de Friese geschiedenis in van de middeleeuwen naar Nauta. En dan heb je een historische quiz. En dan beginnen wij wat te vertellen over de collectie van Tresor. En dat spitsen we daar zo vol mogelijk op dingen die te krijgen hebben met het plak dat we binnen. En dus dan vertellen we over de eerste kentekens van de auto's in de jaren 30 in een dorp. Of oude stikken of oude foto's. Neem maar op. Er is een heel soort is hier te vinden. En het is heel bijzonder omdat elke keer je auto vraagt van wat hebben wij over dit plak. Nou, je vindt de mooiste gekke dingen. Je weet misschien dat het dorp Bitgemolen, dat een plak is, werd vroeger een soort van jerappels dingend waar. En nog dingend wordt. Daar vond ik dus een achternaam Aardappelaar. Nou, dat vind ik dan altijd een prachtige vondsten. Maar daar vind ik altijd hele mooie foto's van de auto's. En gewoon dorpsfoto's. Dat vinden mensen ik heel nieuwsgierig. En zo herinneren we dus eigenlijk een beetje terug uw collectie heen. Op het trefwoord van het dorp werd weer naar binnen. De mensen die kunnen dus aardig wat te weten komen wat ze nog niet wisten over hun omgeving. Ja. En daarna dus die quiz. Ja, die quiz dat is dus een stuk als 20, 30 vragen. Daar zit ik een paar vragen bij die dan werd betrekking hebben op het plak dat weer binnen. En dat valt er ik altijd wakker in. En hoe doen de mensen dat? Nou, het is sommigen die willen het individueel. En dan krijgen ze dus een vragenformulier. Maar een heel soort mensen die doen het dus plenair. En dan vuren wij de vragen de zaal in. En dan is het roept u maar die het, en wie het antwoord weet. Ja. En dan best wel daar natuurlijk al je slag. Het gaat voornamelijk even om een vermakelijke avond waarbij je ook nog wat kunt leren over je geschiedenis. Ja, maar wat het bijzondere is, wij breken hiermee vaak groepen die het Volles van Tresor heet hebben. Maar die geen idee hebben van wat wij hier dan hebben. En die het aangenaam verrast binnen dat het zo'n soort over haar eigen plak is. En als ze nog meer willen weten, kunnen ze natuurlijk hier bij Tresor terecht. Ja, eigenlijk is het eigenlijk een beetje bedoeld als een soort smaakmaker. En het geeft een heel soort van ons collectie is toegankelijk via de website. Dus je kunt tuurlijk een heel soort uitzieken. En eigenlijk is dit een beetje een soort met instructie doen van het broeken van de website van Tresor. 23 februari dus ook even in het provinciehuis, waar iedereen kan komen rond het middaguur is het geloof ik. Wat kunnen ze daar verwachten? Nou, hetzelfde formule. Alleen nog dan spitsen we het wat daar op dingen van het provinciehuis en het provinciaal bestuur. En daar is een heel soort heavy daarover, dus dat is geen enkel probleem.